Goedenavond. Wat super dat jullie er allemaal zijn. Wie komt er eigenlijk om dan een medaille te halen? Aha. Ik denk dat de wethouder sport daar wel wat over kan zeggen. Jan. Hallo. Ja, hallo. Kijk, dat is beter. Wat goed dat jullie er allemaal zijn, jongens en meisjes. En vaders en moeders, opa's en oma's, zag ik ook nog een paar rondlopen. Ik heb een klein probleempje. Ik heb net een foto gemaakt. Maar dan zag ik allemaal een beetje chagrijnig kijkende mensen opstaan. Dus ik wil nog even een foto maken, want dan gaat het straks op Facebook enzovoort. Maar dan wil ik even dat jullie allemaal even juichen en vrolijk doen. Gaat het lukken? Nou, ja? Nou, nog even een filmpje. Nog een keer. Nou, kijk vanavond maar eens op internet. Of morgen, als het van je moeder mag. En je vader. Maar nou even wat serieus. We hebben vandaag alweer, als het goed is, voor de 7e keer de Datrion. En elk jaar is het weer een groot succes. Elk jaar weer een beetje beter dan het jaar daarvoor. Het is fijn om te horen dat het zo goed leeft. Maar vandaag wel een hele bijzondere Datrion. En dat is dat we een wandeling minder gedaan hebben. Slechte weer. En dan vind ik het wel heel stoer dat zo'n bestuur van de wandeldierdaagse gezegd heeft: we gaan vanavond niet lopen. Dat ze dat gedurfd hebben. Ik vind het ook stoer dat de fietsdierdaagse allemaal georganiseerd heeft, de tourclub georganiseerd heeft, de zwembad allemaal georganiseerd. Dus ik wil eigenlijk wel een heel groot applaus voor al die mensen die het mogelijk hebben gemaakt dit jaar. En dan gaan we, wat mij betreft, zo snel mogelijk beginnen met de medailles, want daar zijn jullie voor gekomen. En dan hebben we. Erik aan de Lente, dit is wel wat anders hè, dan de raadvoorzitter. Dit is zeker wat anders dan de raadvoorzitter, ja. Ik heb net zoveel handen geschud volgens mij. Kijk, daar gaat er weer heen. Ja. Ja, wil je op de foto? Ik geloof iemand achter jou daar een foto op momentje. Super! Misschien heel flauw voor mij om te zeggen hoor, maar volgens mij heeft u zelf ook een medaille, of niet? Ik heb zelf ook een medaille, maar niet zo mooi als die zij hebben, want de mijne is zilver, die van hen is vaak goud. Ja, verschil moet er zijn hè? We hebben ook een gouden medaille. Ja. Mooi man. Ja. Hey, en hoe ging het wandelen? Prima. Een keertje pijn in mijn lies, dat was niet heel prettig. Ja. En het zwemmen, hoe ging dat? Ja, prima. Ja. Fietsen ook, hè, denk ik. Alles ging gewoon hartstikke goed. Ja. Ja. Daarom heb ik ook goud. Dat bedoel ik. Sportman in de dop, of niet? Nee. Nee? Wat wil je worden dan? Is in de verpleegkunde of zo. Okay. Wel een heel mooi beroep. Ja, vind ik ook. Hey, doe je volgend jaar weer mee? Tuurlijk. Ja? Ik ga proberen ieder jaar mee te doen, zolang kan. Dan zien we elkaar volgend jaar, dankjewel. En veel plezier met je medaille. Ja. ...341 medailles worden het liefst uitgedeeld. En dat is minder dan vorig jaar, maar het succes is echt enorm. En volgend jaar wordt er wel heel misschien ook zoiets opgezet in Nieuw-Leuzen. Dat zou heel mooi zijn. Even kijken. Want de burgemeester, die staat als laatste in de rij. En die is lekker fruit aan het uitdelen. Volgens mij mandarijntjes.
extra natuurlijk een lekkere mandarijn of een appel ophalen. En daarna, als je het leuk vindt, hiernaast is een geweldige trampoline springfestival. Als je nog denkt, ik wil even jumpen met papa of mama, en je moet nog niet naar bed, dan kan je daar nog even heen gaan. Ja? Maak je nu de ouders blij of moeten ze heel, heel hard aan het werk om ze mee te krijgen? Ja, dus mag dat nog even, neem ze mee naar het festival. Goed? Heel veel plezier en ik hoop dat jullie volgend jaar allemaal weer te zien op de Datrium, de 8e Datrium in 2020. Bedankt!